Nou, ik heb hier een tak in mijn hand van 1,5 meter lang. Ze kunnen uiteindelijk 2,5, 3 meter lang worden. Een idee te geven, het is net een bamboestok. Ik zal even laten zien hoe moeite het eigenlijk kost om hem toch eigenlijk te breken. Het is echt een dikke stam. Het is nu nog vrij kruidig. Maar goed, het wordt steeds sterker in de loop van het seizoen. Het wordt steeds meer hout als het ware. Het is een hardnekkig probleem in Rotterdam. De Japanse duizendknoop. Deze horrorplant is onuitroeibaar en zorgt voor grote problemen. Daar waar die opduikt. Hij is heel krachtig. En dat is het grote gevaar van deze plant. Dat hij eigenlijk vanuit de bodem, vanuit de grond, vanuit zijn wortels naar boven schiet. En dan echt heel veel, met heel veel kracht eigenlijk dingen uit elkaar kan drukken. Maar het gevaar zit vooral in dat hij eigenlijk allerlei gebouwen en muren kan slopen. Of bepaalde kaderconstructies. Maar ook bij mensen thuis, wanneer die gewoon tussen twee tegels omhoog zou komen, dan kan die zomaar het terras opdrukken en schade veroorzaken. Hij kan onder schuttingen doorgroeien, hij groeit overal onderdoor. Maar de Japanse duizendknoop aanpakken is lastig. We moeten heel erg goed opletten waar die mogelijk schade kan aanrichten. Dus we moeten eigenlijk meer doen dan alleen maar beheersen. Op een aantal plekken zullen we ook echt moeten gaan aanpakken. En dat betekent heel rigoureus grond eruit en schone grond erin. Want heel veel andere effectieve bestrijdingsmethoden zijn er niet.